8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. Lift off. Alles gezien? Hier gaat het gebeuren hoor, dinsdag. Ja, alles beslissende lijsttrekkersdebat onder leiding van René Eijwersen. Toch had ik liever Kik Stokhuizen gehad of Bill Cosby weer. Ja, ben je gek, meneer Raket. Kijk, dat wou die NCRV ook wel. Oh ja? Ja, maar dat heb ik tegengehouden. Dat is toch heel ongunstig voor ons? Ongunstig? Ja, zo'n Stokhuizen en zo'n Cosby hebben er toch veel meer verstand van dan die Eijwersen. En Judith Bos? Ja, die ook. Nou, hoe dan ook, Vermeeg, ik ben doodzenuwachtig en wat gaan we eraan doen? Nee, kom maar mee. Kom maar mee. Ja, gaan we door. Heel goed. Volgende baan, doe maar. Denk aan dinsdag. Denk aan het debat. Je ziet een hel voor je en lubber. Kuppel! Laat die kritjes gaan. Heel goed. Heel goed, en door. En door, en door. Ja, ja. Ik moet wel kruinen hoor. Hup. Afspringen en door. Hup. Hé, hey, het gaat wel om mijn geestelijke conditie hoor. Ik hoef toch niet een soort Rambo te worden om een verkiezingsdebat te kunnen voeren. Ja, luister nou eens even. Het gaat om een gezonde geest en die moet in een gezond lichaam. Ten tweede zijn we aan het oefenen voor sterrenslag en daar heb ik u voor ingeschreven. Sterrenslag? Ja. Dat wordt toch geregisseerd door Henny Buddy? Ja, klopt. Oh, daar doe ik niet aan mee. Waarom niet? Ik hou niet van slow motion. Wet van Buddy, meneer Raket. Een drol die je uitwalst, die ruikt je langer. Raket, in het kabinet. Raket, zeg het. Ik kan het niet. Je moet het zeggen. Ik heb respect voor de heer Den Uyl. Ik denk aan hem als aan oom Joop. Dat mag niet. U moet hem haten dinsdag. Zeg het. Kom op. Rode rothond. Niet Eversen. Zeg het! Je lult, Ruud. Nee, ik ben daar toch niet gelukkig mee, Vermeegen. Jawel, als hij onzin uitkaat tegen Eversen, dan zegt u... Je lult, Nee, Vermeegen, ik krijg dan echt mijn mond niet uit. Wat zou u dan zeggen als u straks zit te meijeren? Ik zou zeggen... Ruud! Je lult! Oké, dan doen we het zo. Lubbers, Den Uyl. Lubbers, Den Uyl. Lubbers, Den Uyl. Lubbers, Den Uyl. En giet hem maar achterover. En lekker klokken. Juist! Lekker door laten gaan! Oh, wat zijn ze lekker! Haha! Heel goed! Ga door! Oh! Wat zijn ze lekker, hè, die blonde jongens! Ja, Vermeegen! Ja! Wat is hier nu eigenlijk de bedoeling van? Dat u net zo'n mooie doorgezopen kop krijgt als die van Mierlopen! Waar gaat het om in een politiek debat? Het gaat om reactiesnelheid. Pareren, ontwijken en terugslaan. Oké, we beginnen met een ontwijken. Ga je gang. Te laat. Ontwijken. Stoppen. Dat wordt wat hoor, dinsdag. Nou, oké, nu. Pareren. Ga je gang. Pareren.
laat. Te laat. Jezus. Als Lubbers en Aal dit maar niet zien, zeg. Ik heb zelden een verdediging met zoveel gaten gezien. Ja, wie zijn die meisjes toch steeds in mijn trainingskamp vermegen? Wat doen die hier? Wie zijn dat? Ik heb geen enkele privacy zo. Dit, meneer Raket, is ons relatiegeschenk voor René Eibersen. Voor René Eibersen? Houdt hij daarvan dan? Houdt hij ervan? Dat is een liefhebber, hoor. Eerst komt zometeen op Veronica een debat met jongeren, hoor. Hoor ja, dat gedreven gekwaak van die pubers. Ja, maar daarom krijgt u juist hele harde vragen. Gaat u nou hier zitten, meneer Raket. Ga zitten. Waarom? Ga zitten. Dan kunnen we dat nog even op de valreep oefenen. Oké, nou speel ik even een PvdA-jongeren, hè, en dan stel ik even een vraag. Meneer Raket, kernenergie, bent u daar voor of tegen? Daar zijn wij een overtuigd voorstander van, Vermegen. Stop maar, we zijn tegen. Nee, in ons partijprogramma staat dat we voor zijn. Ja, maar die zijn gedrukt voor de ramp in Tsjernobyl, hoor. We zijn tegen. Gisteren zijn we voor, vandaag zijn we tegen. Dat kan toch niet? En na de verkiezingen zijn we weer voor. Nu snap ik er helemaal niets meer van, Vermegen. Ja, we zijn tegen. Kom op. Ga zo beginnen daar. Hup, niet op. Ja, tegen zijn we. Tegen. Goed onthouden. Zo. Nou, ga maar zitten. Hier heeft u wat te lezen. Meneer Van Meeken komt u zo halen. En dan komt het best allemaal goed, hoor. We zijn tegen, hè? Onthoud je dat? Zeg, ja. Kun je een beetje aardig voor hem zijn, want hij is nogal zenuwachtig. Ja? Doe ik. Oké. Okay. Oh ja. Wil je niet over kernenergie beginnen? Dan raak je in de war. Bedankt. Ja hoor, graag. Veronica,